Het verhaal van Naomi bemoedigt mij. Ze houdt stand, ondanks de druk vanuit haar familie. Maar dat niet alleen, ze blijft praten over Jezus Christus. En uiteindelijk bracht haar getuigenis haar familieleden ook bij hem. Soms raak ik wel eens overweldigd door al het geweld waar de vervolgde kerk mee te maken krijgt. Zoveel onzekerheid, zoveel verdriet en lijden. Dan is het lastig om lichtpuntjes te ontdekken. Maar het verhaal van Naomi is niet eens een lichtpuntje, dat is gewoon een spotlight. De kracht van volharding is dat mensen uiteindelijk Jezus zullen zien. Hij is de ultieme belichaming van volharding en in vervolging wordt hij zichtbaar. Ken jij ook iemand die zo'n lichtpuntje of spotlight voor jou is? Deel deze vlog dan eens met diegene.